Dit zijn de ecologische sleutelfactoren voor het verbeteren van de waterkwaliteit en waterecologie. Jouw gids naar alle beschikbare kennis op het gebied van de watersysteemanalyse. De sleutel tot het verbeteren van de waterkwaliteit. Weliswaar is de waterkwaliteit verbeterd de afgelopen jaren. We zien die verbetering nu stagneren. Elk systeem is uniek. Dit water bijvoorbeeld is helder. Toch is er weinig variatie in vegetatie. Ligt dat dan aan het industriegebied een stukje verderop? Of kunnen planten en vissen er niet komen? Om hier grip op te krijgen, heeft STOA een diagnosesysteem ontwikkeld waarmee je ziet waar de belangrijkste knelpunten zitten voor het bereiken van de ecologische doelen. Na een eerste globale analyse blijkt dat de steile oevers het probleem zijn. Door ze flauwer te laten aflopen, ontstaat er een gevarieerde leefomgeving, wat gunstig is voor flora en fauna. Zo helpen de sleutelfactoren bij het nemen van effectieve maatregelen en het stellen van reële doelen. Ook voor stromend water is er een set sleutelfactoren. Verderop ligt een water dat ooit een stromende beek was, maar nu lijkt het meer op een kanaal. De stroming is traag en gelijkmatig, waardoor er veel slip naar de bodem zakt. Een veelgekozen aanpak is het aanbrengen van kronkels en slingers in de hoop op variatie in de stroomsnelheid. De vraag is of dat echt de oplossing is om een betere waterkwaliteit te bereiken. Want kijkend naar het grotere plaatje zien we dat het aangrenzend landbouwgebied afwatert op de beek. De gevolgen daarvan overheersen. De variatie in waterafvoer, de afvoerdynamiek, is onvoldoende. En ook stromen er meststoffen naar het water. Misschien is hier sprake van onverenigbare functies. Cruciaal is dat er een afweging plaatsvindt tussen de verschillende vormen van gebruik van het water. De sleutelfactor context helpt de waterbeheerders bij het overzien van de gevolgen van maatregelen. Dat voorkomt discussie achteraf. Als we weten hoe het watersysteem in elkaar steekt, kunnen we beheerdoelen benoemen die passen bij wat gebruikers wensen en die aansluiten bij wat nationaal en internationaal beleid ons vraagt. Het werken met sleutelfactoren opent de deur voor efficiëntere en goedkopere maatregelen met meer draagvlak en een raamwerk voor heldere communicatie. De ecologische sleutelfactoren. Voor haalbaar en betaalbaar waterbeheer. Kijk voor meer informatie op stoa.nl.